Welkom allemaal bij aflevering 3, waarin ik een knokker naar rank level 30 probeer te pushen. Vandaag gaan we het anders doen, want de vorige video's gingen redelijk, maar niet erg goed. Want ik had Pocko proberen te pushen. Ik heb hem nu 750 plus, wat natuurlijk best wel hoog is. Maar het is absoluut niet wat ik wou hebben. Het wou gewoon niet om Pocko echt hoog te pushen. En ik ben er wel achter gekomen, Pocko is gewoon best wel een lastige knokker om te pushen naar de 1000 trofeeën. Dus dat doen we nog maar eventjes niet. Pocko laat ik nu eventjes links liggen. We gaan het proberen met de andere knokker. Ik had ook allemaal comments gekeken en ik heb een beetje gekeken wat voor mij goed werkt. Dus aan de hand daarvan ga ik een nieuwe knokker kiezen. Ik ben trouwens nu net thuis van sporten. Het is maandagavond. Morgenavond wordt bekendgemaakt wat de nieuwe coronaregels zijn. Dus waarschijnlijk was dit de laatste avond dat ik gewoon lekker kon sporten. Ah, dat is zo jammer. Maar ja, weet je, is niet anders. Maar ik ga lekker een uurtje voor mezelf spelen. En dan, ja, we gaan namelijk showdown spelen. Dat kan ik alvast verklappen. En ik verklap ook al meteen met welke knokker ik ga doen. Ik ga namelijk, of waar heb ik hem nu staan? Hier heb ik B staan. Ik was op zoek naar B. Dan wil ik trouwens deze sterrenkracht hebben. Want B is echt ver weg eigenlijk de beste knokker in showdown. En nu vragen jullie misschien af, Joran, waarom ga je showdown doen? Nou, dat zie je eigenlijk al als je naar mijn profiel gaat. Ik heb behoorlijk veel 3 versus 3 overwinningen, meer dan 3000. Maar als je kijkt naar mijn solo en duo overwinningen, als je die combineert, dat zijn meer overwinningen dan dat ik heb gehad in 3 versus 3 gevechten. En zeg maar in showdown zijn overwinningen veel moeilijker te halen dan in 1 versus 1 game mode, of nee, 3 versus 3 game modes. Dus ik heb gewoon veel meer showdown gespeeld in Brawl Stars dan 3 versus 3 game modes. Dus ik dacht, misschien is het dan beter voor mij om gewoon te gaan pushen in showdown. Dus dat gaan we doen. En B is dan de beste knokker die je kan gebruiken. Dus dat ga ik doen. Ik ga in totaal deze video 2 uur lang pushen. En dan ga ik kijken hoe ver ik ga komen. Ik ga nu vanavond een uurtje pushen. En dan ga ik morgen ook weer een uurtje pushen. En dat krijgen jullie allemaal in deze video te zien. En dan zien we hoe ver we gaan komen. Ik zag trouwens ook nog goede comments van jullie. Hier was bijvoorbeeld nog een comment van Ali. Die zei dit. Ik denk dat je een andere knokker moet pushen. Bijvoorbeeld Spike. Bounce Army. En dat is mijn plan B. Mocht dit niet werken, ga ik proberen Spike te pushen. En dat doen we dan wel weer in 3 versus 3 game modes. Dan ga ik gewoon vragen of ik een paar hele goede pro's kan verzamelen. Die mij willen helpen. En dan kijken of dat gaat werken. En hier was nog een comment. Bijvoorbeeld probeer Sandy. Die is ook heel chill. Like zodat Joran dit ziet. 400.000 likes. Ja, dat zou mooi zijn als er 400.000 likes op deze video kan halen. En vergeet trouwens ook niet te abonneren en op dat belletje te drukken. Blijf op de hoogte van al mijn Brawl Stars video's. En gebruik natuurlijk ook de code BOOS in de Brawl Stars shop. Support je mij en dat, ja, doe je mij groot blij mee. En nog 1 comment en ondertussen kunnen we trouwens alvast wel op start drukken. Maar ik had hier nog een comment van H3131. Die zei dit. Niemand, helemaal niks. En dan Joran, Road to Rank 30, aflevering 200. Oh joh, ja, dit is een beetje balen. Het zou ook inderdaad kunnen gebeuren dat het heel lang gaat duren voordat ik een knokker naar rank level 30 heb gepusht. Ik hoop het natuurlijk niet. Ik doe echt enorm mijn best. En dat zien jullie misschien niet altijd in de video's. Maar het kost zo belachelijk veel tijd. Ja, dit is chill. En B is gewoon een enorm goede knokker. Omdat je 1 HP overhoudt. Moet hier even uitkijken. Nu ben ik de lul. Ja. Oké, ik moet even geconcentreerd spelen. Want dit was niet slim. En ik ging meteen naar het midden. Dat was ook niet slim. Kijk, ik moet nog wel eventjes zorgen dat ik iets meer ingespeeld ben in solo showdown. Hoe jou, dit vind ik wel heel slecht. Oké, concentratie. Dit potje gaan we even zorgen dat we in de top 3 gaan komen. En dat is eigenlijk wat je solo showdown moet hebben. Je moet gewoon heel voorzichtig spelen totdat je zeg maar safe zit. Totdat je in de top 3 zit. En dan moet je eigenlijk nog steeds voorzichtig spelen. Maar ik moet bijvoorbeeld nu niet vol op die boel gaan. Ik kan deze wel even openen trouwens. Dat doen we. Maar nu ga ik niet meer naar het midden. Wat ik net wel deed, ga ik nu niet meer doen. Want dat is gewoon te gevaarlijk. Dan is de kans dat je doodgaat gewoon te groot. Die Brock, die kunnen we misschien nu hebben. Die Leon doet ook irritant bij die Brock. Ja, top. Kijk, op deze manier moet je gewoon spelen. Lekker rustig. Niet te aanvallend. En als je denkt, nu kan ik hem hebben, dan tevoorschijn komen. En niet eerder. Oké, ik heb nu mijn super shot. Dus dat is chill. Ja, die Leon gaat vandoor. Oké, die kan ik nu pakken. Ja, want die, ik wou net zeggen, die Leon die, die zou heel dom zijn als hij naar me toe ging lopen. Oké, mooi, dan hebben we nu 3 krachtpunten. Dit is weer een kloon. Wat, ik heb echt alleen maar kloons achter me aan. Bro, dat zijn allemaal Leons hier zo. Dit is wel echt heel bizar. En weer die stomme kloon. Ga weg met die domme kloons. Ik ben helemaal klaar met die domme kloons van jou.
Ik heb trouwens nu mijn super shot en boom, boom, boom. Ah, shit. Ik raakte die stomme klok. Oh, misschien is Leon trouwens ook wel een goede knok. Oké, maar ik ga nu even voor mezelf geconcentreerd spelen. Ik ga 2 uur lang spelen, dus dat we nu even 2 points verliezen is niet zo heel erg. Het gaat natuurlijk over het geheel wat ik in die 2 uur tijd ga doen. Maar ik zie jullie zo meteen weer en dan geef ik weer even een update. Nou, ondertussen gaat het al wat beter, toch? Kan ik even mijn super doen? Nu moet ik wel wegwezen hier. Die Leon is behoorlijk gevaarlijk. Oeh, daar was een Leon. Die zag ik daar eventjes. Hoppa. We zitten nu in de top 3. Kijk, dit begint er al meer op te lijken. Kan hier even mijn gadget neerzetten. Was uiteindelijk niet echt nodig. Er is nog een Leon en een crow. Ik moet eigenlijk proberen dat ik eerst die crow ga killen. En dan nu mijn super en dan top. Ja, kijk, dan zijn we nu 2e. Die Leon, die ga ik waarschijnlijk niet van winnen. Want die heeft onzichtbaarheid. Ja, dat weet ik. Ja, kijk, dat kon ik niet winnen. Maar het 2e, dikke prima. Als het zo doorgaat, dan... Ja, dan gaat het een stuk beter. Heb ik mijn min-trofee goed gemaakt. Sterker nog, ik ga nu wat meer omhoog. Maar ik doe de camera nu eventjes uit. Ga ik dan even gewoon lekker voor mezelf spelen. Zie ik jullie over een uurtje weer. Geef ik jullie een update hoe ik er dan voor sta. En ik wil in ieder geval de 700 halen binnen nu. Maar ik zie jullie zo meteen weer. Ik ben nu ondertussen 30 à 40 minuten bezig. En ik heb nu al Bee boven de 700 trofeeën. Dus dat is nog redelijk vlotjes gegaan. Natuurlijk heb ik niet elk potje gewonnen. Maar over het algemeen ging het best wel redelijk goed. Kijk, je hebt best wel wat potjes gewonnen. Natuurlijk ook wel weer een paar potjes verloren. Maar zolang we meer winnen dan verliezen, dan is het helemaal prima. Hier begonnen we, 34 minuten geleden. Ja, ik begon meteen slecht. Dus ik kreeg meteen min 7 trofeeën erbij. Dus ik heb in totaal, als je die min 7 erbij rekent, meer dan 50 trofeeën erbij gekregen in ongeveer 35 minuten tijd. Nou, dat vind ik om eerlijk te zijn best wel netjes. We kunnen trouwens ook even kijken hoeveel mensen Bee nou rank level 30 hebben op dit moment. Kijk, op dit moment hebben al 8 mensen in Nederland Bee rank level 30 plus. Dus dat is wel echt heel ziek. En bijvoorbeeld Spike hebben er momenteel 4. Dus ik denk dat inderdaad Bee wel een goede knokker is. Gewoon omdat zoveel mensen hem ook al rank level 30 plus hebben. Op dit moment al. Terwijl dat het seizoen nog helemaal niet zo... Nou, is nu al meer dan een week bezig. Het seizoen is al wel even bezig. Maar dat is dus mijn knokker waarvoor ik deze week ga strijden. Ik ga proberen Bee. Ik weet het nu zeker. Ik ga trouwens deze video proberen Bee sowieso even rank level 25 te krijgen. Dus dat houdt in de 750 trofeeën. En ik begin ook al een beetje door te hebben hoe je moet spelen. Heel defensief. Echt heel defensief. En dan af en toe net doen alsof je wil gaan teamen. Want als één ding belangrijk is, is het dat je niet te veel vijanden maakt. Je kan natuurlijk af en toe wel mensen proberen te killen, maar ga niet veel vijanden maken. Als jij heel veel vijanden maakt, dan ben je de lul. Kijk, die teamen daar samen, die 2 Carols, daar moet ik nu al geen ruzie mee zoeken. Want op het moment dat ik ruzie ga zoeken met een van die Carols, ben ik waarschijnlijk zelf de lul. Dus ik doe heel rustig aan en dat doe ik eigenlijk de hele tijd. En nu kan ik trouwens die Carol wel een beetje irriteren. Oké, dat is eigenlijk chill om te weten dat daar mijnen liggen. Want kijk, die Carols worden nu ook zelf van 2 kanten gepusht. Hoppa. Dat is chill. Oké, kan ik die pakken? Kan ik die ook nog pakken? Ik zal even spinnen. Gewoon puur om te zorgen dat die Carol niet op mij gaat. Want daar heb ik geen zin in. We kunnen trouwens die Bo even pushen. Ja, top. En dan zal ik hier even mijn super inzetten. Was uiteindelijk niet eens nodig. Ik heb geen zin om met die Carol duel aan te gaan. Puur omdat hij 7 krachtpunten heeft. Dus die laat ik daar gewoon zijn gang gaan. We kunnen hier misschien even helpen. Ja, die Leon die is nu bijna dood. Ja, top. En dan gaan we nu voor die crow. Wat gaat die crow doen? Huh? Nou, dat is prima. Die heeft dus nu zelfmoord gepleegd. Maar op deze manier moet je spelen. Het is misschien af en toe een beetje zielig. Maar als je in solo showdown een knokker rank level 30 wil halen, moet je zo spelen. En die eerste potjes moest ik natuurlijk nog een beetje inkomen. Maar ondertussen ben ik al iets meer ingekomen. Maar het moet ook wel heel veilig. Op het moment dat je niet veilig speelt, ben je gewoon de lul. Ik ga gewoon nog steeds met die Carol samenwerken. Weet je, we teamen niet echt of zo. Maar eigenlijk ook wel weer wel. Oké, dit was een beetje stom. Kijk, dat is slim eigenlijk van die Carol. Hij zag daar een moment om hem te killen. En dan toch even 1 pickaxe gooien, weet je. Als hij mij had geraakt, kon ik uiteindelijk misschien toch nog doodgaan. Oh, dan raak ik hem net niet. Had hij mazzel. Nu moet ik hem hebben. Ja, hoppa. En nu gaan we zo meteen voor die Carol. Ik wil eigenlijk deze nog even hebben. Ja, top. En die Carol kan ik denk ik wel hebben. Top, dan heb ik nu mijn super. Ik moet weer eventjes trouwens levens erbij krijgen. Kunnen we even kijken of we nog eerste kunnen worden. Dat zou mooi zijn. Even hier en dan nog een hit en dan nog een hit. Oh, dat was slim gebruik gemaakt van zijn super. Het is ook wel balen voor mij. Goed gespeeld hoor van hem. Echt goed gespeeld.
Oké, okay, nu mijn super. Hoppa. Nice. Maar ik speelde beter, want ik heb gewonnen. Lekker man. En Bee speelt dus echt heel goed. Weet je wat? We doen nog één potje. En dan vind ik het voor vanavond best geweest. Heb ik even 40, nou, drie kwartier gespeeld bij een uurtje. Even lekker geoond. Ga ik zo meteen even lekker Netflix. Heb ik wel zin in. Lekker in de koffer kijken. Weet niet. Misschien dat sommigen van jullie het ook wel kijken. Ik vind het echt een leuke serie. Maar daar kijk ik nu wel naar uit. Dus die ga ik zo meteen even kijken. Maar nog even één potje doen. Kijken of het twee keer op rij is kunnen worden. En dan zie ik jullie morgen weer. En dan gaat deze video gewoon verder. En dan gaan we Bee even pushen naar rank level 25. En dan is het uiteindelijk best wel vlot gegaan. Dus ik denk dat Bee... Ja, ik weet... Ja, Bee is sowieso goed. Die kan ik misschien hebben. Ja, hij is er nog niet. Maar nu heb ik hem alsnog. Top. Ze willen daar teamen. Ik ga gewoon... Ik heb geen zin om daar nu het duel mee aan te gaan. Is voor mij te gevaarlijk. Die Search die heeft 2. Ik zag dat die Carl 4 krachtpunten had. Dus momenteel moet ik daar heel voorzichtig mee doen. Maar dat is het nadeel. Hoe hoger je komt, hoe meer mensen gaan teamen. Je ziet iedereen spinnen. En dat is gewoon op dit niveau. Nu al is dat het geval op 700 trofeeën. Maar ga je op 1000 trofeeën spelen, is dat helemaal ziek. Maar we kunnen nu even die Search die pakken. Die kunnen we hebben. Oké, sit. Even nu. Ah, shit. Was stom. Was stom voor mij. Ook wel mijn eigen schuld. Hij wou teamen. Ik dacht, ik kon hem hebben. Kon hem toch niet hebben. Nou, dan vond ik het nu even best geweest voor vandaag. Morgen push ik hem naar rank level 25. Eens kijken hoe lang dat gaat duren. Maar, ja, tot morgen. Yo. De volgende ochtend. We gaan weer spelen. Ik heb in de tussentijd trouwens 2 potjes gedaan. Niet heel veel, maar die gingen redelijk. Dus ik heb iets meer trofeeën dan dat ik zeg maar gisteravond eindigde. Maakt niet uit. We gaan nu gewoon lekker nog een uurtje spelen. Ik zal de timer trouwens even aanzetten. Kunnen we precies bijhouden hoe lang ik ga spelen. En dan gaan we gewoon kijken. Ik wil eigenlijk ongeveer een uurtje spelen nu. En hopelijk gaat het goed. En er is trouwens een nieuwe map. En in een nieuwe map heb je energiedrankjes. Dat kan heel soms heel chill zijn. Voor jezelf, maar als je knokken tegen je krijgt met een energiedrankje, is dat wat minder chill. Er is een Brock. Gaat die Brock doen? Nou, weet je wat? Ik heb helemaal geen zin om dat duel aan te gaan met Brock. Pak maar een mooi die krachtpunten. Dan ga ik hier even heen een krachtpunt pakken. Hoop ik wel dat ik hem krijg voordat die Brock weer tevoorschijn komt. Oh, daar is een Daryl in gevecht met een Brock. Oeh, dat deed die Brock best wel goed om eerlijk te zijn. Ja, top. En hier, nu even mijn gadget. En oké, nu moet ik uitkijken. Oeh, daar had ik hem bijna. Daar had ik hem echt bijna. Maar ik was zelf ook bijna dood. Volgens mij, mijn gadget is nu wel weg. Dus dat is jammer. Ik blijf trouwens mooi hier zo staan. En dan kan ik zo meteen eventueel dat energiedrankje pakken. Ik zal trouwens even eentje alvast pakken. Oké, dan kunnen we misschien die Brock hebben. Yo, er liggen hier echt veel energiedrankjes, man. Even kijken. Ik wil niet aanvallend spelen. Maar kijk, zo dan heb ik ook geen knokkers. Oh, daar is hij nu. Dat was bijna einde verhaal van Brock. Nog steeds bijna einde verhaal. Oh, shit. Oh, ik had mijn gadget nog. Maar we zijn nu 50 geworden. Ja, dat schiet natuurlijk niet op. Want dan krijg je... Oh, we krijgen wel één trofee erbij. Ja, dat is beter dan helemaal niks. Maar ik ga zo meteen de camera even weer uitdoen. Ga ik op de concentratie gewoon een uurtje spelen. Het werkt altijd toch net iets beter om te pushen. Zeg maar als ik gewoon pure focus speel. Dan dat ik met de camera ook nog loop te praten. Dat is gewoon zo. Het is misschien een beetje balen. Want dan krijgen jullie niet alles te zien. Maar ik probeer zoveel mogelijk te laten zien aan jullie. En gewoon lekkere updates geven. Hoe goed het gaat of hoe slecht het gaat. En tot nu toe gaat Bee dus wel redelijk goed. In ieder geval veel makkelijker dan Poco. Ik moet hier even uitkijken voor een eventuele Brock. Dit wordt trouwens het laatste potje. Ik denk dat die Brock daar nog zit. We moeten even hier ook uitkijken. Ja, die Brock... Of is dat nu... Nee, dat is geen Brock. Dat is een Search. Lol. Gaat die Search nou voor hier? Ik denk het wel. Ik heb alleen geen idee waar die Search nu zit. Dit is niet heel chill. Oké, hij weet dat ik hier zit. Volgens mij. Ik kan hier even mijn gadget neerzetten en dan... Oeh, dat was hem bijna. Dat was hem bijna. Volgens mij zit hij daar zo. Ja, hij zit daar inderdaad. Dan kunnen we hem nu hebben. Oh, yo, dat scheelde helemaal niks. Dat scheelde helemaal niks. Daaronder ligt trouwens een energiedrankje. En daar zit ook nog een knokker bij. We kunnen even deze openen. Ja, maar dat... Oh, donder. Dat had ik niet helemaal door. Ik moet hier nu weg. Ik durf hier niet verder. Daar zit... Oh, daar is die nu dood.
Oké, okay, dat betekent dat hier waarschijnlijk niemand meer zit. Oeh, daar zit nog wel iemand. Even uitkijken hier zo nu. Oké, okay, dit is echt balen. Dit is echt balen. Hopelijk gaat dit goed. 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 Ik overleef het nog wel. Ik overleef het nog wel. Maar niet voor lang, want die twee daar zo, die lopen te teamen. Help, help. Help, bro's. Dit is toch niet heerlijk, joh man. Oké, okay, af en toe heb je dat in solo showdown. Maar ik ga eventjes de camera uitdoen. En dan zie ik jullie zo meteen weer. En dan ga ik eventjes op een concentratie spelen. En hopelijk gaan we in ieder geval een 750 halen. Maar hopelijk nog iets daarboven. Maar daar gaan we achter komen. Dus tot zo. Oké, okay, dit is wel heel erg ziek. Ik heb momenteel 800 plus trofeeën. En ik ben momenteel bijna 50 minuten bezig. Dus ik heb binnen 50 minuten echt gewoon bijna 100 trofeeën erbij gepusht. Dus echt insane. Ik ga zo lekker. 3, 1, 4. Nou, een keertje 7. Derde, zevende, derde, derde, tweede, zevende, eerste, zevende. Hey, ik word trouwens, als ik verlies, word ik de hele tijd zevende. Maar ik ga echt lekker. Kijk, hier was het eerste potje. Oh, dat is 3 kwartier geleden. Ik ga echt lekker, jongen. 800 trofeeën met Bee al. Bee gaat zoveel beter dan Poco. Ik heb zo'n idee dat Bee misschien wel kan gaan lukken. En van Nederland sta ik momenteel 38ste met Bee. Dus dat is ook wel nice. En als ik 1000 trofeeën haal, dan sta ik in de top 10. Maar dat is wel een enorm verschil met Poco. Want als je namelijk gaat kijken naar Poco, er is niemand in Nederland die Poco, zeg maar, boven de 1000 heeft. Sterker nog, als ik Poco net zo hoog zou hebben als ik Bee nu heb, dan stond ik gewoon in de top 3. Oh, naast stond ik 4e. Maar anders nog, Bee en Poco qua hoe goed die knokken zijn, is dus wel echt een heel groot verschil. Maar we doen tot slot nog even één potje. Dan laat ik dat potje zien en dan sluit ik het daarmee af. En dan heb ik dus ongeveer 2 uur lang gepusht in deze video. Maar dan zijn we van 650 naar 800 plus gegaan. Dat is wel heel nice. En ik heb hem nu rank level 26. Ik had hem rank level 25. Dus we zijn al 1 rank omhoog. Nog minder dan 200 trofeeën te gaan. En het is me gewoon gelukt. Maar opperste concentratie. Laatste potje van deze video. Hopelijk kunnen we dan nog even goed gaan spelen en gaan winnen. Dat zou toch helemaal nice zijn als dat gaat lukken. En trouwens, je ziet ook al aan de wachttijd dat we nu echt al op hoog niveau spelen. Want het wachten duurt nu al echt vet veel langer dan toen ik rond de 600-700 trofeeën speelde. 800 plus duurt echt lang. Maar, en dan moet je nagaan hoe lang je moet wachten als je helemaal 900 trofeeën hebt. Maar we gaan strijden. Eens kijken of we nu ieder... Ja, weet je, top 3 wil ik eigenlijk halen. Dat is gewoon elke potje mijn doel. Want dan krijg je... Ja, je krijgt dan 6, 8 of 10 trofeeën. En trouwens, 4 is ook prima. Maar vanaf 5, dan krijg je 1 trofee. En als je 6e wordt, dan krijg je alweer min 3, dacht ik. En 7e is alweer min 4. In ieder geval, dan ga je echt heel snel weer keihard omlaag met trofeeën. Dit wordt mijn plekje. Ik ga hier mijn plek claimen. En niemand mag bij mijn plekje komen. Dit is de tactiek die ik doe. Ik zorg dat ik 1 plekje heb. En gewoon vrienden maken. Daar komt het op neer. Zorgen dat je geen vijanden maakt. En zolang je maar vriendjes blijft houden, is het gewoon prima. Gewoon vrienden maken. En dan aan het eind moet je dan maar kijken wie je kan killen. En op het juiste moment toeslaan. Dat is gewoon solo showdown op dit niveau. Dat is echt... Ja, het is echt heel anders. En bijvoorbeeld nu even die ene hit op Max. Zorg dat hij low zit qua HP. Dat hij niet hier naartoe gaat. Want je wil niet zo'n Max hebben met zo'n energiedrankje. Nu is dat energiedrankje alweer uitgewerkt. Dus kijk, op deze manier hou je ze prima op afstand. Die Max zal daar nu zitten. Nou, maakt in principe niet heel veel uit. Ik sta hier nog steeds veilig. En we zitten nu al in de top 5. Dus min trofee krijgen we sowieso niet. En ik heb hier nu een energiedrankje. Ik zal even teamen. Even kijken of ik hier vriendjes kan maken. Kijk, die Carol is mijn body. Ja, oké, top. Kijk, daarom is het handig om vriendjes te maken. Anders was ik nu dood geweest. En ik ga ook niet op die Carol. Oh, die werkt. Oh, daarboven is een bo. Moeten proberen die bo te pakken. Dan kunnen we nog in de top 3 komen. Want van die Carols ga ik niet winnen. Oké, ik ben de lul. Ja, ik ben officieel de lul. Oh, nog niet helemaal.
Wel bijna. Wojo, dat ik dit nog overleef. Maar meer dan dit ging hem niet worden. Oké, nou ja, ik ben alsnog tevreden. Oh, we krijgen nu maar 2 trofeeën erbij als we 4 worden. Ja, hoe hoger je komt, hoe minder trofeeën je erbij krijgt. Maar normaal was het 4 trofeeën wat je erbij krijgt als nummer 4. Nu nog met 2, dus vanaf nu gaat het echt heel moeilijk worden. Je moet super geconcentreerd spelen. Hoe goed waren die lui trouwens? Ja, allemaal boven de 800. Verschil natuurlijk heel erg per speler. Deze had wel 31.000 trofeeën. Deze 23.000. Ja, je hebt sommige hele pro's, sommige vallen ook wel mee. Maar ja, als iemand 10.000 trofeeën heeft, maar heeft de knokker op 1.000 trofeeën, dan is hij natuurlijk nog steeds enorm goed. Maar ja, het verschilt natuurlijk heel erg per keer. Maar wel nice dat ik hem nu 800 plus heb. Ik blijf doorstrijden. Jullie krijgen zo meteen, of binnenkort, of morgen of overmorgen, sowieso weer het tweede deel te zien. Waarin ik Beam verder probeer te pushen. En hopelijk gaat het lukken, de 1000 trofeeën. Maar als het niet lukt, is het niet anders. Maar ik ga er sowieso voor strijden. Maar dan bedankt jullie voor het kijken. Vergeet natuurlijk niet dat duimpje omhoog achter te laten. Dan heb ik tot slot nog mening te zeggen. En dus natuurlijk, ik zie jullie later, baas. Als je dit nou een leuke video vond, check dan even de video die hier komt te staan. Dan vind je die waarschijnlijk ook wel leuk. En abonneer natuurlijk even. Dat kan je hier dan hieronder doen. Dan blijf je op de hoogte van al mijn video's. Dat is natuurlijk net zo leuk. En ik heb ook kleding. Bouws Army kleding. Wil je het zelf kopen? Ga dan naar bouws.nl en word lid van de Bouws Army. Let's go!